ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणिम्। Ik ben gevraagd om het derde kanto, hoofdstuk 13 van het derde kanto van het Srimad Bhagavatam vandaag te doen, de verschijning van Heer Varaha. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Zoals we al weten, het Srimad Bhagavatam is een verheerlijking van de allerhoogste persoon, Bhagavan Sri Krishna. Het eerste kanto, dat is een introductie, waarbij Suta Goswami begint. Hij spreekt tot de wijzen van Naimisharanya. En het tweede kanto is er dan weer een gaat nog de introductie door, waarbij Sukadeva Goswami aan het woord komt. En in het derde kanto, daar in het bijzonder, Widur ontmoet al in het tweede kanto, maar de vragen die Widur stelt, die worden dan verder uitgewerkt in het derde en het vierde kanto. Widur die ontmoet Uddhav in Vrindavan en hij begrijpt van Uddhav dat Krishna Bhagwan onze planeet heeft verlaten. En Widur vraagt aan Uddhav om hem te onderrichten. Uddhav op zijn beurt verwijst Widur naar Maitreya Rishi. En de vragen die Widur stelt aan Maitreya Rishi, die gaan dan besproken worden in het derde en het vierde kanto. En het bijzonder in het derde kanto hebben we eerder gezien, er zijn een aantal mooie onderwerpen. Er is bijvoorbeeld een uiteenzetting van de tijdsduur van Brahma. En nu komen we bij de verschijning van Heer Varaha. Tekst 1, daar komt Sri Sukadeva Goswami aan het woord. Sri Sukadeva Goswami zei, O koning, nadat Widur van de wijze Maitreya over al deze hoogst verheven onderwerpen had horen spreken, wilde hij nog meer over de allerhoogste godspersoon weten, omdat hij er nooit genoeg van kreeg om te luisteren naar wat er over hem verteld werd. Tekst 2. Widur zei, O grote wijze, wat deed Swayambhu, Brahma's dierbare zoon, nadat hij zijn zeer liefhebbende vrouw gekregen had? Tekst 3. O beste onder de deugdzamen, de oorspronkelijke koning der koningen, Manu, was een groot toegewijde van de godspersoon Hari. En daarom is het de moeite waard om over zijn verheven karakter en activiteiten te horen. Beschrijf ze alstublieft. Ik wil er heel graag alles van weten. Tekst 4. Mensen die langdurig en ingespannen naar een geestelijk leraar luisteren, moeten uit de mond van zuivere toegewijden horen over het karakter en de activiteiten van andere zuivere toegewijden. Zuivere toegewijden denken in hun hart altijd aan de lotusvoeten van de godspersoon die zijn toegewijden verlossing schenkt. En tekst 5, Sri Shukadeva Goswami spreekt weer hier. Sri Shuka Uvacha, Sri Shukadeva Goswami zei, Sri Krishna, de godspersoon, plaatste met plezier zijn lotusvoeten op Widur's schoot, omdat Widur zeer bescheiden en zachtmoedig was.
De wijze Maitreya was erg gelukkig met Widur's woorden en door hem geïnspireerd probeerde hij te spreken. De eerste 5 versen, hier gaat het in feite om Widur. Sukadeva Goswami begint te spreken over Widur en het gaat om de vragen die Widur stelt aan Maitreya Rishi. En in het bijzonder in het eerste vers zien we dat Sukadeva Goswami Widur Adrita noemt. En dat betekent dat iemand die nooit genoeg van kreeg om te luisteren naar wat er over hem, over Krishna dus, verteld wordt. En Widur, van Widur wordt gezegd dat hij dus in feite altijd ernaar verlangt om over de allerhoogste persoon te horen. En Sukadeva Goswami begint en dan in tekst 2 zien we dat Widur weer begint te praten. Hij stelt zijn vragen aan Maitreya Rishi en hij wil dus weten over de activiteiten van Swayambhu Manu. In het vorige hoofdstuk hebben we al gezien dat Swayambhu Manu is verschenen samen met Satarupa en ze hebben de opdracht van Brahma om de wereld te bevolken. En in dit verband stelt dus Widur vragen aan Maitreya Rishi en dat wordt hier dan uiteengezet. En het bijzonder in het vers 4 wordt gezegd dat het doel van het horen van de guru is om te horen over zuivere toegewijden. Dus we zijn niet alleen geïnteresseerd in de activiteiten van de allerhoogste persoon, maar ook van zijn zuivere toegewijden. En verder in het 5e vers gaat Sukadeva Goswami door met het verheerlijken van Widur in feite ook. En in het bijzonder hier wordt gesproken over Sahasra Sirsna, de allerhoogste persoon, die wordt vergeleken met, of hij wordt beschreven als iemand die over verschillende energieën beschikt, zich met allerlei activiteiten bezighoudt en een schitterend brein bezit. Dan gaan we verder. Vers 6. De wijze Maitreya zei tot Widur, na zijn verschijning sprak Manu, de vader van de mensheid, vergezeld door zijn vrouw als volgt tot Brahma, de bron van alle Vedische kennis, na hem met gevouwen handen zijn eer te hebben betuigd. Ik ga dus steeds in groepen doen, de verse, de groepen waarvan ik denk dat ze bij elkaar horen. En dus de verse 6 tot en met 8, daar vraagt Manu in feite aan Brahmaji, stelt Manu een aantal vragen aan Brahmaji. Vers 7. U bent de vader van alle levende wezens en de bron van hun bestaan, omdat ze allen uit u geboren zijn. Zeg ons alstublieft hoe we u kunnen dienen. En vers 8. O eerbiedige, wijs ons alstublieft hoe we onze plicht moeten vervullen, voor zover dat binnen ons vermogen ligt, zodat we ons daaraan kunnen houden en zodoende roem in dit leven verwerven en vooruitgang in het volgende. Deze 3 versen, het komt erop neer dat Manu aan Brahmaji vraagt, hoe kunnen we u dienen? Dat is waar het om gaat. En dat is geheel in lijn zoals dat in de Bhagavad Gita door Krishna Bhagwan wordt aanbevolen. In hoofdstuk 4, vers 34 zegt Bhagwan Krishna, Tat vidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadikshyanti te jnanam jnaninas tatvadarshina. Probeer de waarheid te begrijpen door een spirituele leraar te benaderen. Stel hem in alle nederigheid vragen en wees hem dienstbaar. De zelfgerealiseerde zielen kunnen kennis aan je overdragen omdat ze de waarheid hebben gezien. We zien dus Manu, hij stelt vragen aan Brahma. Hij wil weten hoe kan hij samen met zijn vrouw
Satarupa Brahmaji dienen. Vers 9. Heer Brahma zei, mijn beste zoon, o Heer der wereld, ik ben bijzonder tevreden over je en wens jou en je vrouw alle zegen toe. Je hebt je van ganser harte zonder voorbehoud aan me overgegeven om door mij te worden onderricht. 10. O held, het voorbeeld dat je geeft is zeer gepast in de relatie tussen een zoon en zijn vader. Deze verering van de meerdere is vereist. Wie verstandig is en over zijn afgunst heen is, neemt de opdracht van zijn vader met grote vreugde ter harte en voert haar naar zijn beste kunnen uit. Elf. Aangezien je mijn gehoorzame zoon bent, verzoek ik je bij je vrouw kinderen te verwekken, die dezelfde kwaliteiten bezitten als jij zelf. Regeer de wereld overeenkomstig de beginselen van de toegewijde dienst aan de Allerhoogste Godspersoon en eer de Heer door middel van Yajna. 12. O koning, je zult me het beste dienen als je de levende wezens in deze materiële wereld goed beschermt. Wanneer de Allerhoogste ziet dat je een goede beschermer van de gebonden zielen bent, zal de Heer der zinnen beslist zeer tevreden over je zijn. En vers 13. De Allerhoogste Godspersoon, Janardan, Heer Krishna, is degene die het resultaat van alle offers aanvaardt. Is hij niet voldaan, dan streeft men te vergeefs naar vooruitgang. Hij is het diepste zelf, daarom verwaarloost iemand die hem niet tevreden stelt, beslist zijn eigen belang. De versen 9 tot en met 13. Daar geeft Brahma dus instructies aan Manu. In de versen 9 en 10 beschrijft Brahma Manu als te zijn de ideale zoon. We hebben in hoofdstuk, ik denk dat het 11 moet zijn, of 10, ik ben niet zeker. Maar in elk geval, hiervoor hebben we al gezien dat de vier kumaras, Brahma heeft de vier kumaras geschapen om de wereld te bevolken en ze hebben geweigerd. En nu Manu aangeeft van, hoe kan ik u dienen, is Brahma heel tevreden over Manu. En hier geeft Brahmaji aan dat de onvoorwaardelijke overgave van Manu voor onderricht heel bijzonder is. En dat verdient navolging. Een ideale zoon zou dan op deze manier te werk moeten gaan en aan zijn vader moeten vragen, hoe kan ik u van dienst zijn? Alhoewel we weten dat wat de vier kumaras hebben gedaan, ze waren ongehoorzaam tegenover hun vader, maar dat was ter wille van een hoger doel. Ze hebben ervoor gekozen om Krishna rechtstreeks te dienen in toegewijde dienst. En dat gaat natuurlijk voor, zeg maar, want het heet, hoogste levensdoel is om Vishnu Bhagwan te vereren. Dus, maar Brahmaji was niet tevreden en vandaar dat hij nu heel erg tevreden is met het besluit van Manu. En in het bijzonder, in vers 11 geeft Brahmaji aan dat wat Manu moet doen. En hij verwacht van Manu dus dat hij kinderen verwekt met goede kwaliteiten, dat hij over de wereld gaat regeren en de Allerhoogste Persoon gaat vereren. En in dit kader kan dus gesteld worden, dus dat verwacht wordt dat er stap voor stap volgens de beginselen van het Varnashram Dharma Manu en daarmee de nakomelingen van Manu de Allerhoogste Heer gaan dienen.
en op zo'n manier het hoogste levensdoel kunnen bereiken. Maar we weten natuurlijk ook dat er ook rechtstreeks toegewijde dienst verricht kan worden. En dat is door Krishna te dienen. En in ISKCON, in het bijzonder, heeft Srila Prabhupada dat heel mooi voor ons uiteengezet. Hij heeft, ISKCON zodanig in elkaar gezet dat wij een praktische manier hebben om ons leven door te brengen en onze Krishna-bewustzijn ontwikkelen en liefde voor Krishna ontwikkelen. We kunnen dus rechtstreeks Krishna dienen. In vers 12 praat Brahmaji over bescherming bieden aan de gebonden zielen. Hij verwacht dat Manu bescherming geeft aan de gebonden zielen. En in dit vers wordt er in het bijzonder gesproken over Rishikesh. Rishikesh betekent de meester van zintuigen. En in dit verband is er een mooi vers in het Chaitanya Charitamrita, Madhya, en die wordt ook herhaald in Bhakti Rasamrita Sindhu. Sarvopadhi vinirmuktam tat paratvena nirmalam hrishikena hrishikesha sevanam bhaktir uchyate. Dat bhakti of toegewijde dienst betekent om al onze zintuigen in dienst van de Allerhoogste Heer te gebruiken, die de meester is van alle zintuigen. En in het vers 13, wordt de Allerhoogste Persoon aangesproken als Janardan, dat het doel is om voldoening te schenken aan Janardan. En in feite, als je geen voldoening wil schenken aan Janardan, als je geen dienst wil bewijzen aan de Allerhoogste, werk je niet in je eigen belang. Het eigen belang is dus het pad van bhakti te volgen volgens de geschriften. En Prahlad Maharaj heeft in het 7e kanto van het Srimad Bhagavatam de 9 vormen van bhakti: Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada, Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Satyam, Atmanivedanam. Dat wij door het horen en chanten van de heilige naam van Krishna, beginnen daarmee Krishna kunnen dienen. Zoals we dat dagelijks doen bij het reciteren van de Mahamantra en alle andere activiteiten die we doen. Nu zijn we ook bezig met Shravanam, Kirtanam. We zijn bezig het Srimad Bhagavatam te bespreken en te beluisteren. En dat is een van de vormen, natuurlijk twee dan gelijk. Shravanam en Kirtanam, die gaan samen. En het resultaat is dan automatisch Vishnu Smaranam, dat je dan zich Vishnu Bhagwan kan herinneren. En voldoening schenken aan Janardan en niet aan onze eigen zinnen, niet aan onze eigen zintuigen, want boven de zintuigen, legt Srila Prabhupada uit, staat de geest en daarboven staat het verstand, en dan hebben we de ziel, de superziel en dan uiteindelijk de Allerhoogste Persoon. Dus we moeten altijd proberen de Allerhoogste Persoon te dienen. Dan gaan we naar versen 14 en 15. Shri Manu zei, o Almachtige Heer, o U die alle zonden teniet doet, ik zal me aan Uw opdracht houden. Laat me alsjeblieft mijn plaats kennen en die van de uit mij geboren levende wezens. O meester van de halfgoden, tracht alsjeblieft de aarde die in het grote water ligt op te tillen, want ze is de woonplaats van alle levende wezens. Door uw inspanning en door de genade van de Heer is het mogelijk. Heer, nadat Brahmaji gesproken heeft, spreekt Manu en hij geeft dus nu antwoord weer op Brahma. Hij reageert en hij zegt dat hij aan de opdracht van Brahmaji gaat houden. En de opdracht is dus van Brahma dat hij voor de wereld moet bevolken. En dat gaat hij zeker doen. Maar hij vraagt aan Brahmaji om de aarde
die in het water ligt te tillen. En in, hier wordt uitgelegd door Srila Prabhupada dat de aarde in de Garbhodaka Oceaan lag. We weten, we hebben in hoofdstuk 11 de uiteenzetting van de tijd en levensduur van Brahmaji gezien. En na elke dag van Brahma is er dan een partiële vernietiging. Aan het einde van de dag van Brahma is er een partiële vernietiging. En dan gaan de zogenaamde drie werelden, de hemelse, de aardse en de helse planeten, die worden dan ongemanifesteerd. Alleen de hogere planeten, waar Brahmaji verblijft, samen met Tappa en Janaloop, die blijven. En nu is er dus een nieuwe dag van Brahma aangebroken. En het is nu dus weer de tijd om de wereld te bevolken. En per dag van Brahma komen dus 14 manvantaras. En de eerste manvantara is dan Swayambhu Manu. En hij is dan daar en hij wil de wereld bevolken. Hij is de stamvader van de mensen. En hij vraagt, alsjeblieft, de aarde die is in het water, die ligt in de oceaan, de Garbhodaka Oceaan. En als de aarde weer terug is op zijn plek, dan kunnen we ons werk doen. Dan gaan we naar vers 16 tot en met 30. Sri Maitreya zei, toen hij de aarde zo in het water zag liggen, overwoog Brahma lange tijd hoe ze eruit opgetild zou kunnen worden. Brahma dacht, terwijl ik bezig was met scheppen, is de aarde door een vloedgolf verzwolgen en naar de diepte van de oceaan gezonken. Wat kan ik, die met het scheppen bezighoudt, hieraan doen? Het is het beste om de leiding van de Almachtige te aanvaarden. O zondeloze Widoer, terwijl Brahman zo nadacht, kwam er opeens een piepklein zwijntje uit zijn neusgat. Het schepseltje was niet groter dan het topje van een duim. O tellig van Bharat, terwijl Brahman naar hem keek, groeide dat zwijn in de lucht tot een schitterend verschijnsel, zo groot als een reusachtige olifant. Uiterst verbaasd bij het zien van deze schitterende zwijngedaante in de lucht, begon Brahma erover van gedachten te wisselen met grote brahmanas als Maharishi, de Kumaras en Manu. Is dit een buitengewoon wezen dat zich voordoet als een zwijn? Het is zeer bijzonder dat het uit mijn neus gekomen is. Eerst zag dit zwijn er niet groter uit dan het topje van een duim. En een ogenblik later was het zo groot als een steen. Mijn geest is van streek. Is hij de allerhoogste godspersoon, Vishnu? Terwijl Brahma met zijn zoons aan het overleggen was, liet de allerhoogste godspersoon Vishnu een daverend gebulder horen als van een berg. De almachtige, allerhoogste godspersoon verlief vundigde Brahma en de andere hoogverheven brahmanas door zijn ongewone stem opnieuw te laten bulderen, zodat het in alle windstreken weer galmde. Toen de grote wijzen en denkers van Janaloka, Tapaloka en Satyaloka de oorverdovende stem van Heer Swijn, het alzegenrijke geluid van de algenadige Heer hoorden, begonnen ze heilrijke mantras uit de drie Veda's te chanten. Nadat hij nogmaals gebulderd had in antwoord op de Vedische gebeden van de grote toegewijden, ging hij als een olifant het water in. De Vedische gebeden zijn bestemd voor de Heer en daarom begreep hij dat de toegewijden zich tot hem richten. Voordat hij het water indook om de aarde te redden, vloog Heer Swijn met zwiepende staart door de lucht. Zijn harde haren trilden, zijn blik straalde en met zijn hoeven en blikkerende witte slagtanden verstrooide hij de wolken. Hij was de allerhoogste Heer Vishnu in eigen persoon
en was daarom bovenzinnelijk. Maar omdat hij de gedaante van een zwijn had aangenomen, zocht hij op de geur af naar de aarde. Zijn slagtanden waren angstaanjagend. Hij wierp een blik naar de toegewijde brahmanas die gebeden tot hem opzonden en toen ging hij het water in. Toen hij als een reusachtige berg het water indook, spleet Heer Zwijn de oceaan doormidden, waarop zich twee golven verhieven als armen van de oceaan die schreeuwden als in gebed. O Heer van alle offers, hak me niet doormidden, bescherm me alstublieft. En vers 30. Heer Zwijn doorkliefde het water met zijn hoeven, die als scherpe pijlpunten waren, en vond het einde van de oceaan, hoewel hij oneindig was. Hij ontwaarde de aarde, de rustplaats van alle wezens die daar lag als in het begin van de schepping, en tilde haar persoonlijk op. In deze verse, van 16 tot en met 30, kan je zeggen, het is het spellenvermaak van Varaha. Natuurlijk gaat het nog even door, maar er wordt een onderscheid gemaakt. Volgens Jiva Goswami zijn er twee Varaha's die verschijnen. En het gaat nu om het tijdperk van Swayambhu Manu. En hier verschijnt dus de Sweta Varaha. Dus van 16, de versen 16 tot 30 gaat over het spel en vermaak van Sweta Varaha. Terwijl Brahmaji overweegt van wat kan er gedaan worden om de aarde uit het water te tillen, verschijnt uit zijn neusgat een piepklein zwijntje, niet groter dan het topje van een duim. En die groeit tot een groot schitterend verschijnsel. Per dag van Brahma hebben we gezien zijn er 14 manus en Swayambhu Manu is dus dan de eerste. En zo gaat het dan door en dan hebben we de Chakshusha Manu, daar ga ik straks weer over praten. En we leven nu, om een beeld te geven, is dan Vaivashvat Manu. Dat is dan zevende manu. We leven nu in het tijdperk van de zevende manu. Toen zo'n zwijntje, zeg maar, verscheen, is Brahmaji verbaasd. Van, wat voor gedaante is dit? Hij is uit mijn neusgat gekomen en hij groeit en schittert. Brahma is verbaasd en hij wisselt van gedachten met de brahmanas, met Marichi, de kumaras, met Manu, van wie is hij? Is het Vishnu? Is het de allerhoogste persoon? En terwijl ze zo bezig waren van gedachten te wisselen, laat de allerhoogste persoon, Varahadev, die Vishnu ook niemand anders is dan de allerhoogste persoon, een daverend gebulder horen ter bevestiging. En in het bijzonder legt Srila Prabhupada uit in de betekenisverklaring dat Brahma en de toegewijden daar, de wijzen, ze waren niet bang geworden van deze gedaante. Ook al was het een vreemd verschijnsel voor ze, het was een schitterende reusachtige vorm, maar het boezemde geen vrees in Brahma en de wijzen. Ze kon, en als gevolg van het daverend gebulder van Varaha, konden ze begrijpen dat het gaat om de allerhoogste persoon die gekomen is om de aarde te redden. Verder wordt er in deze verse aangegeven dat de grote wijzen heilrijke mantras uit de Vedas begonnen te chanten, waaronder, en Srila Prabhupada zegt, de belangrijkste is de Mahamantra, de Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. En de Vedas wordt vergeleken met de adem van de Heer. En Brahmaji ademde de Vedas in. Zo heeft hij de Vedas gehad. En met de uitademing van Brahma via zijn neusgat, die leidde tot de verschijning van Varahadev, legt Srila Prabhupada uit.
Dus Varahadev is de verpersoonlijking van de Veda's. Jayadev Goswami heeft een Dasavatar Stotra samengesteld, waarin de verschillende Dasavatars, de 10 incarnaties, worden verheerlijk. Wij, die van Narsingadev, zingen we elke dag. Keshava Drita, Narahari Rupa, Jaya Jagadisha Hare. En zo heb je dan van de andere avatars, en in dit, van Varahadev is dan Keshava Drita, Sukara Rupa, Jaya Jagadisha Hare. Alle eer aan Heer Keshav, die verschenen is als een zwijn. Hij droeg de aarde op zijn slagtanden, die eruit zagen als de vlekken op de maan. En verder wordt er in deze verse aangegeven dat Varahadev als een olifant het water ingaat. En daarvoor vliegt hij in de lucht met zijn staart zwiepen, zijn harde haren trillen, zijn blik straalde en zijn hoeven en slagtanden verstrooide. En met zijn hoeven en slagtanden verstrooide hij de wolken. Zou het niet fijn zijn om deze gedaante van de Heer te kunnen aanschouwen? En de allerhoogste persoon gaat dan, Varahadev gaat in het water binnen en hij tilde de aarde op. We moeten wel begrijpen dat ondanks de Heer deze gedaante van een zwijn aangenomen heeft, over het algemeen, zegt Srila Prabhupada, zouden we kunnen denken van een zwijn, een varken. Hoe zit het daarmee? Maar het is een transcendentale gedaante van de allerhoogste persoon. Zijn gedaante is altijd bovenzinnelijk. Satchit Ananda Vigraha. En het is altijd vol kennis, eeuwig en gelukzaligheid. Onder alle omstandigheden is dat transcendentaal. En dat moeten we dus, deze gedaante moeten we zien als onderdeel van zijn spel en vermaak. En de Heer van de aarde op de bodem van de Garbhodaka Oceaan. En tilde het op. Dan gaan we verder met versen 31 tot en met 33. Heer Swijn nam de aarde zonder moeite op zijn slagtanden en hief haar boven water. Het was een schitterend gezicht, laaiend van woede als de Sudarshan werpschijf, doodde hij dadelijk de demon Hiranyaksha, ondanks diens pogingen om met hem te vechten. 32. Daarop doodde Heer Swijn de demon in het water, zoals een leeuw een olifant doodt. De wangen en tong van de Heer raakten besmeurd met het bloed van de demon, zoals een olifant roodachtig wordt van het broeden in de purperen aarde. Toen hield de Heer voor olifant spelen de aarde op de punt van zijn kromme witte slagtanden. Hij nam een blauwe kleur aan als die van een tamaleboom. En daardoor konden de wijze onder leiding van Brahma begrijpen dat hij de allerhoogste godspersoon was en brachten ze hem vol respect hun eerbetuigingen. In deze drie versen zien we dus dat er wordt gesproken van Varahadev die een demon doodde. En ik zei eerder al, Jiva Goswami legt uit dat er twee Varaha-incarnaties zijn. Eén die verscheen tijdens het tijdperk van Swayambhumanu, dat is de Shvetvara. En die werden dus alleen gezien door de bewoners van de hogere planeten, van de Janaloka, Tapoloka en Satyaloka. En in de Chakshusha Manvantara, tijdens de Chakshusha Manvantara, verscheen Nila Varaha. Dat is de Varaha die Hiranyaksha gaat doden, of die Hiranyaksha gedood heeft. Dat wordt later in hoofdstuk 18 van het derde kanto beschreven en besproken. Dus wordt uitgelegd dat Maitreya Rishi in feite deze twee verschijningen samen heeft gesmolten, wat één heeft gemaakt om dat zo te geven. Maar het gaat dus in feite om twee Varahas. Want ineens wordt er gesproken van de Varaha die een demon heeft gedood.
vers 34. Alle wijzen zeiden met grote eerbied: O, onoverwinnelijke genieter van alle offers, alle eer en zegen aan u. U beweegt u rond in de gedaante van de Veda's in eigen persoon en in de poriën van uw lichaam liggen de oceanen verzonken. Om een bepaalde reden, het optillen van de aarde, hebt u nu de gedaante van een zwijn aangenomen. O Heer, uw gedaante is waardig om met offers aanbeden te worden, maar zielen die slechts kwaadaardig zijn, kunnen haar niet aanschouwen. Alle Vedische mantras, de Gayatri en andere, zijn in de aanraking van uw huid. In uw beharing is het poesegras, in uw ogen is de geklaarde boter en in uw poten zijn de vier vormen van baatzuchtige activiteit. O Heer, uw tong is een offerschaal, uw neus is een andere offerschaal, in uw maag is het etensbord voor het geofferde en weer een andere offerschaal zijn uw oorgaten. In uw mond is de Brahma-offerschaal, uw keel is de Soma-offerschaal en alles wat u koudt kent men als de Agnihotra. Bovendien, o Heer, wekt uw herhaald verschijnen het verlangen naar allerlei vormen, van inwijding op. Uw nek is de plaats voor drie vormen van verlangen en uw slagtanden vormen het inwijdingsresultaat en het doel van alle verlangens. Uw tong vormt de activiteiten voorafgaande aan de inwijding. Uw kop is het vuur zonder offerande als ook het aanbiddingsvuur en uw levenskrachten vormen het geheel van alle verlangens. O Heer, uw zaad is de offerande genaamd Soma Yagya. Uw groei vormt het ochtendritueel. Uw huid en de gewaarwordingen ervan zijn de zeven elementen van de Agni-stoom offerande. Uw lichaamsgewrichten symboliseren verschillende andere offerandes die gebracht worden tijdens een periode van 12 dagen. Daarom bent u het doel van alle soom- en asoom-offerandes en kan men u slechts door yagyas binden. O Heer, u bent de allerhoogste godspersoon en aanbiddenswaardig met universele gebeden, Vedische mantras en offergaven. We brengen u onze eerbetuigingen. U kunt worden gerealiseerd door de zuivere geest die vrij is van alle zichtbare en onzichtbare materiële onzuiverheden. Wij brengen u alles als leraar van de hoogste geestelijke kennis in toegewijde dienst, vol respect, onze eerbetuigingen. O wereldheffer, de aarde met haar bergen, die u op uw slagtanden omhoog hebt getild, is even fraai als een lotus met bladeren op de geheven slurf van woedende olifant, die juist uit het water oprijst. O Heer, zoals de pieken van grote bergen mooi worden, wanneer ze met balken worden versierd, is uw bovenzinnelijke lichaam des te fraaier, omdat u de aarde op de punten van uw slagtanden opheft. O Heer, om een onderkomen te bieden aan alle bewegende en niet bewegende bewoners, is deze aarde uw echtgenote en bent u de Allerhoogste Vader. Wij brengen vol respect onze eerbetuigingen aan u en aan Moeder Aarde, aan wie u uw eigen vermogen verleend hebt, zoals een deskundig offeraar het aranihout ontbranden laat. Wie anders dan u zelf, de Allerhoogste Godspersoon, zou de aarde uit het water kunnen redden? Voor u is dat trouwens niet zo'n wonder, omdat u nu eenmaal bij de schepping van het universum de meest wonderbaarlijke dingen hebt gedaan. Door uw energie heeft u deze wonderbaarlijke kosmische openbaring geschapen. O Allerhoogste Heer, het is beslist een feit dat wij bewoners van de vroomste planeten zijn, Jana, Tapo en Satyalok. Dat neemt niet weg dat we gezuiverd zijn door de waterdruppels die van uw schouderhaar afspatten toen u zich uitschudde.
Vers 45. O Heer, uw wondere daden zijn eindeloos. Wie de grenzen van uw doen en laten wil kennen, is beslist onzinnig. Iedereen in deze wereld is geconditioneerd door machtige mystieke krachten. Schenk deze gebonden zielen alsjeblieft uw grondeloze genade. In deze verse zijn de rishis, de wijzen, die zenden gebeden op aan de allerhoogste persoon, aan Varahadeva. De gedaante van Varahadeva wordt verheerlijk als te zijn de genieter van alle offers. Bhagwan Varahadeva is de genieter van alle offers, de Veda's in eigen persoon. En in het bijzonder wordt gezegd dat mensen die niet geloven in het verschijnen van de Heer, die worden in het Srimad Bhagavatam als onverlaten beschouwd. In de Bhagavad Gita, hoofdstuk 7, vers 15, noemt Krishna Bhagwan deze mensen dwaze en laagste onder de mensen. Namam tuskriti namudha prapadyante naradhama mayaya parita jnana asuram bhavam ashrita. Deze mensen die de allerhoogste persoon niet begrijpen, die worden vergeleken met dwaasten en de laagste onder mensen. Verder wordt het lichaam, de verschillende lichaamsdelen van de transcendentale lichaamsdelen van de allerhoogste persoon, van Varahadeva, vergeleken met een aantal dingen. En bijvoorbeeld zijn huid wordt vergeleken met Vedische mantra's. De haren op zijn lichaam worden zijn kusagras. Zijn ogen zijn de ghee, geklaarde boter. Zijn vier poten zijn de vier baatzuchtige activiteiten. Tijdens een yagya, de hota, advarya, udgata en brahma. Zijn tong is de shruk, dat is de waarmee offers worden gedaan. Nostrils, zijn neus wordt vergeleken met de schroeven waarmee ghee en vuuroffer wordt gedaan. En zo gaat het door. Zijn nek bijvoorbeeld wordt vergeleken met drie verlangens naar verbanden, activiteiten en het uiteindelijke doel. En zo gaat het verder. In het bijzonder wordt in het Srimad Bhagavatam, in het 11e kanto, want hier wordt de allerhoogste persoon vergeleken met offers. En de beste manier van offer brengen, vooral in dit tijdperk van Kali Yuga, is de Sankirtan Yagya. Het gezamenlijk bezingen van de heilige namen van de Heer, om Sri Chaitanya Mahaprabhu in het bijzonder te plezieren. Krishna Vardam Tvisha Krishnam Sangopangashta Parshadam Yagya Sankirtan Prayerya Janti Sumedasha. Dat mensen met werkelijke kennis, die verheerlijken de allerhoogste persoon door het gezamenlijk bezingen van de heilige namen van de Heer. De wijzen brengen hun eerbetuigingen in vers 39 aan de allerhoogste Heer Varaha. En het komt daarop neer dat de Heer toegewijd gediend moet worden volgens de regulerende principes. En iedereen die dat doet, die wordt dan bevrijd van alle materiële verlangens. En in het tiende hoofdstuk van de Bhagavad Gita, vers 10, zegt Krishna Bhagwan aan hen die mij voortdurend met liefde en devotie dienen, geef ik het verstand waarmee ze tot mij kunnen komen. Dus Krishna Bhagwan is zo genadig. Als we hem willen dienen, geeft hij ons ook het verstand daartoe, zodat wij hem met liefde en toewijding kunnen dienen en hem kunnen bereiken. Verder wordt de allerhoogste persoon vergeleken met een olifant. Deze verschijning van Varahadeva wordt vergeleken met een olifant. En hij draagt aarde op zijn slagtanden. En de allerhoogste heer wordt vergeleken met een olifant. En moeder aarde wordt vergeleken met een lotus. De Heer wordt ook vergeleken met bergen en de aarde met wolken. En de Allerhoogste Heer als de zijnde vader
en Moeder Aarde als onze moeder. Alleen de Allerhoogste Persoon, het kan alleen de Allerhoogste Heer zijn die de aarde kan redden, die zo'n grootste taak kan volbrengen. Want wie anders is in staat om dit te doen, om zich te expanderen, om de hele aarde op zijn slagtanden te dragen. In de Bhagavad Gita zegt de Allerhoogste Persoon, zegt Krishna Bhagavan in vers 10 van 9e hoofdstuk, O zoon van Kunti, deze materiële natuur, die een van mijn energieën is, werkt onder mijn leiding en brengt alle bewegende en niet bewegende wezens voor. Onder haar bestuur wordt deze manifestatie steeds weer opnieuw geschapen en vernietigd. Dus het is onder zijn leiding, onder de leiding van Krishna, onder de leiding van de Allerhoogste Persoon, dat alles gebeurt. En onder zijn leiding was het zo dat de aarde in het water lag en dat hij dan verscheen om deze te redden. De bewoners, deze rishis, de wijzen, die verheerlijken de Heer. Ze zeggen, ook al wonen wij op de Jana, Tapa en Satyaloka, we zijn ook gezuiverd geworden door de waterdruppels die van het schouderhaar van de Heer afspatten. Toen dus de Heer, de Allerhoogste Persoon, Varhadev, zijn lichaam uitschudde, spatte er heel wat waterdruppels en die kwamen op deze bewoners terecht en ze voelden zich vereerd. Ze voelden zich gezuiverd door deze waterdruppels. En in dit geval kunnen we terugdenken aan het verhaal van Vamandev. Vamandev die verscheen en ineens expandeert hij zich en zijn teen raakt de schil van het universum en daar doorboort hij en dan valt er water en dat water is de Ganges die Brahmaji in zijn waterpot heeft bewaard en uiteindelijk is neergedaald op aarde. Dat is de Ganges. De Ganges zuivert de hele wereld. En precies zo, dit water dat de Allerhoogste Persoon van zijn schouderhaar, van zijn lichaam uitschudde, die is dan ook transcendentaal. En de wijzen vragen ook naar de grondeloze genade van de Heer voor de gebonden zielen, zodat zij uit deze de verstriktheid van de materiële wereld kunnen geraken. We weten de materiële wereld die wordt vergeleken met een oord van ellende, wordt vergeleken met een bosbrand. Wanneer in de ochtend zingen we Samsara Dhavanala Lidhaloka. De materiële wereld wordt vergeleken met een bosbrand. En we zitten in de cyclus van geboorte, ziekte, ouderdom en dood. En om hieruit te geraken, hebben we de genade nodig van de Allerhoogste Persoon. Door de genade van de Allerhoogste Persoon kunnen we de genade van de Guru krijgen. Krishna kripa mileto, Guru mile, Guru kripa mileto, Krishna mile. Met de genade van de Allerhoogste Persoon krijgen we dan een bona fide geestelijk leraar die op zijn beurt ons de Allerhoogste Persoon kan geven. Het is heel belangrijk dat we onder leiding van een geestelijk leraar onze bhakti uitoefenen. Zonder die leiding van de geestelijk leraar kunnen wij onze bhakti niet beoefenen zoals dat moet. Die leiding is altijd nodig. En als wij de genade van zo'n bona fide geestelijk leraar kunnen krijgen. We hebben de genade van Srila Prabhupada, die zo lief is geweest, zo aardig is geweest om naar het Westen te komen. Deze kennis van Krishna bewustzijn, de wetenschap van Krishna bewustzijn aan ons te geven. Over de hele wereld te verspreiden. Zodat wij ook gebruik kunnen maken. Zodat wij dit zeldzaam verkregen menselijke levensvorm kunnen gebruiken in dienst van Krishna. Want anders was het eten, slapen, paren en verdedigen. Dat zijn de handelingen die over het algemeen alle levende wezens, waarmee alle levende wezens zich bezighouden. Maar het feit dat we deze menselijke levensvorm hebben, we hebben een hoger bewustzijn
En we kunnen dat gebruiken in dienst van Krishna. Het is allemaal dankzij de genade van Krishna en zijn zuivere toegewijde Srila Prabhupada, die dit ons aan ons heeft gegeven. En dat wij, ondanks in zo'n heftige COVID-pandemie, vanuit verschillende plekken op de wereld kunnen praten over Krishna. We kunnen praten over Krishna, we kunnen luisteren over Krishna. En het is allemaal dankzij de genade van Krishna, zeker, en van zijn zuivere toegewijde Srila Prabhupada. Ik ben in Suriname, helemaal aan de overkant. België, Nederland is nog dichtbij. Maar vroeger zouden we ons dat niet kunnen voorstellen. Dus zo zien we dat de COVID-pandemie toch wel bepaalde dingen heeft gebracht voor ons. Zodat wij kunnen uitstijgen van de gebondenheid. We kunnen toch communiceren, toch met elkaar bezig zijn. En over Krishna praten, ondanks we mijlenver van elkaar verwijderd zijn. Gaan we verder. Versen 46 tot en met 50. Dat zijn dan de laatste versen. De wijze Maitreya zei, aldus door alle grote wijzen en transcendentalisten aanbeden, raakte de Heer de aarde met zijn hoeven aan en plaatste haar op het water. Zo heeft de godspersoon Heer Vishnu, de instandhouder van alle wezens, de aarde uit het water op en keerde, nadat hij haar op de golven had gelegd, naar zijn eigen woning terug. Als iemand deze heilzame geschiedenis van Heer Swain, die het vertellen waard is, vol toewijding hoort en navertelt, voelt de Heer die in ieders hart verblijft zich zeer voldaan. Niets blijft onverwerkelijk wanneer de Allerhoogste Godspersoon tevreden over iemand is. Als men het transcendente bereikt heeft, begrijpt men dat al het andere onbeduidend is. Wie zich wijdt aan de bovenzinnelijke liefdedienst, wordt door de Heer zelf, die in ieders hart verblijft, tot het hoogste niveau van volmaaktheid verheven. En het laatste vers. Wie anders dan niet-menselijke wezens kunnen er in deze wereld bestaan, zonder belang te stellen in het uiteindelijke levensdoel? Wie kan de nectar afwijzen van de verhalen over de activiteiten van de godspersoon? De nectar die op zichzelf al bevrijding kan schenken van alle materiële pijn? In de versen 46 en 47 zien we dat de Heer de aarde plaatst en terugkeert naar zijn transcendentale woning. De Heer is almachtig en kan daarom een planeet als de aarde zowel op het water houden als in de lucht. Wetenschappers, de zogenaamde wetenschappers, willen een verklaring vinden. De aarde is daar. En dat komt door gravity en zoveel andere theorieën zijn er. Maar het is gewoon de almacht van de Allerhoogste Persoon. Het is zijn energie. Het is zijn wil. De Heer, de Allerhoogste Persoon, daalt uit zijn vrije wil naar de materiële wereld. En dat is in feite de betekenis van avatar. Er zijn zoveel soorten avatars. We hebben de Purusha avatars gezien, die zijn de Mahavishnu, de Karanadakshaya Vishnu, de Garbhodakshaya Vishnu en de Kshirodakshaya Vishnu. We hebben de Manvantara avatars ook een beetje besproken. Er hebben Lila avatars, Yoga avatars. Zoveel avatars zijn er, maar het gaat erom Shakti Avesh avatars. Het gaat erom dat al deze vormen van de Allerhoogste Persoon transcendentaal is. Dat niet wanneer hij verschijnt, dat hij een persoon is, dat het lichaam van Krishna een lichaam is van vlees en bloed als die van ons. Nee, zijn lichaam is gewoon transcendentaal. Het is niet te vergelijken met de onze.
En het is bijzonder om over de Allerhoogste, de activiteiten van de Allerhoogste te horen. Het heeft heel veel kracht. Dankzij de vertellingen over Krishna en zijn verschillende avatars kunnen we hem leren kennen. Dat is altijd zo wonderbaarlijk dat hij in staat is zoveel dingen te doen. Als wij aan het begin van deze lezing, jullie kennen me niet, dus ik moest geïntroduceerd worden. Er werd verteld over wie ik ben, wat voor werk ik doe, enzovoort. Zolang je niets over de persoon weet, heb je geen beeld over de persoon. Precies zo met Krishna. En we zien dat Srimad Bhagavatam is zo in elkaar gezet. Het wordt geïntroduceerd, er de verschillende avatars komen, worden besproken. En pas in het 10e kanto wordt de Allerhoogste persoon, Bhagwan Sri Krishna, besproken. Zoveel voorbereiding om Krishna, om te vertellen wie Krishna is. Dus het is belangrijk dat we het Srimad Bhagavatam lezen. En structureel lezen vanaf het begin. En het is een heel goed initiatief natuurlijk om zo het Srimad Bhagavatam gezamenlijk te doen. Want gezamenlijk kunnen we veel meer bereiken. En intelligente mensen moeten dus altijd luisteren naar het spel en vermaak van Krishna. En door het luisteren naar het spel en vermaak van Krishna wordt de gebondenheid van ons in deze materiële wereld teniet gedaan. De pijn van het stoffelijk bestaan wordt teniet gedaan. Wie zich wijdt aan de bovenzinnelijke liefdedienst, wordt door de Heer zelf tot het hoogste niveau van volmaaktheid verheven. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam. Krishna Bhagwan zegt in de Bhagavad Gita dat hij zijn zuiver toegewijde het verstand schenkt om tot hem te komen. En natuurlijk pseudo toegewijde, zegt Srila Prabhupada, die kunnen nooit de hoogste volmaaktheid bereiken. Het is belangrijk dat we in alle oprechtheid Krishna dienen, dat we hem werkelijk willen leren kennen, dat we hem werkelijk toegewijde dienst willen bewijzen. En niet onszelf, want we hebben voor vele levens lang onszelf centraal gesteld. We zijn voor zoveel miljoenen jaren gebonden in deze materiële wereld. En we hebben door de genade van Krishna de gelegenheid gehad om eventjes God te spelen. En dat is in feite de reden waarom we hier in de materiële wereld zijn. Omdat wij afgunstig zijn van Krishna. Omdat wij zelf denken dat we zelf God zijn. En dat alles bedoeld is voor mijn zinsbevrediging. Maar als we tot inkeer komen, als we beseffen dat dat niet het doel is, dat we, als we beseffen dat Hrishikena Hrishikesha Seva dan Bhakti Ruchyate, dat het doel is, dat de hoogste vorm van bhakti is, om Krishna tevreden te stellen. En het pad zoals dat uiteen is gezet door Srila Prabhupada, als we dat zo nauwgezet volgen, dan hebben we zeker de mogelijkheid om verlost te raken uit de gebondenheid van deze materiële wereld. De activiteiten van de Heer kunnen we vergelijken als nectar en die stroomt al door. Wordt gezegd dat Ananta Shesh met zijn duizenden monden al door bezig is de heerlijkheden van de Allerhoogste persoon van Krishna te bezingen en er komt geen einde aan. Dus die nectar is ever flowing. Die nectar die is er altijd. En wij moeten gebruik maken van deze nectar. In Suriname geef ik vaak het voorbeeld. Hier hebben we de zon volop en meestal wel. De zon, het voorbeeld van de zon. De zon schijnt altijd. Overdag en ook altijd. De zon schijnt altijd. Maar overdag, heel vaak schuilen we.
We willen de zonnestralen niet over ons krijgen. We willen niet in de zon lopen. We gaan schuilen. Dus precies zo, de kripa van de Allerhoogste Persoon, die is er altijd. Die straalt altijd over ons. Maar als wij gaan schuilen, dan kan het ons niet bereiken. Wij moeten openstaan. Krishna is altijd bereid. En hij stuurt altijd zijn toegewijden. Over de hele wereld hebben we toegewijden van Krishna, die de wetenschap van het Krishna-bewustzijn aan het verspreiden is, aan het vertellen is, zoals Chaitanya Mahaprabhu dat had voorspeld. In every town and village, in elk stad en dorp, zal de heilige naam van de Allerhoogste Persoon te horen zijn. Toegewijden dienst is het hoogste levensdoel. Na vele malen geboren en gestorven te zijn, hebben uiteindelijk deze menselijke levensvorm gehad. Laten wij één leven geven aan Krishna. Laten we dit leven geven aan Krishna. En laten we zien, er is niets te verliezen. Het proces is heel makkelijk. We kunnen aldoor Hare Krishna chanten. De boek, Srila Prabhupada heeft de boeken vertaald. Er zijn in zoveel talen dat toegewijden hebben dat verder vertaald in andere gangbare talen. Wat willen we nog meer? We kunnen lezen over Krishna. We kunnen horen over Krishna. We kunnen de Mahamantra chanten. Kalikale, namaroepe, Krishna avatar. Krishna die verschijnt in deze tijd, in dit tijdperk van Kali Yuga in de vorm van zijn naam. Er is geen abhinatvam nama namino. Er is geen verschil tussen de naam en de drager van de naam. Er is geen verschil tussen Krishna en zijn heilige naam. Laten wij deze heilige namen van Krishna altijd bezingen en altijd chanten. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ik ga het hierbij houden. Ik heb de 50 versen doorgenomen met jullie en zoveel mogelijk geprobeerd uit de betekenisverklaring de essentie te geven. En Brahma, toen hij de 4 Kumara's schiep, hij had 4 zonen geschapen om de wereld te bevolken. Maar deze 4 Kumara's, die hadden het geluk dat ze transcendentale kennis hadden en ze dachten van, hey, waarom moet ik me gaan verstrikken in gezinsleven, gezinsdichten enzovoort? Dus ze hebben toen geweigerd. Ze zeggen, nee, ik ga de lotusvoeten van Krishna dienen en ik ga vervolmaking bereiken. Dus ze hebben geweigerd. Er is zo'n foto, zo'n plaatje waarbij ze zo staan van, ik doe het niet. En Brahma is dan boos en uit zijn voorhoofd hier op komt dan Shiva, Rudra. En Rudra is dus geen Vishnu. Hij verschijnt daaruit de woede. En Rudra, deze Rudra, dus het is een heel technische zaak. Dus je hebt Shiva, het is een verschijning van Shiva, zeg maar, Rudra. En hij is symbool voor vernietiging. Terwijl Vishnu avatar, Varaha avatar, Varaha is een avatar, is een verschijning van Vishnu. En in de Brahma Samhita wordt een vergelijking gegeven tussen Vishnu en Shiva. Dat Vishnu is melk en Shiva is yoghurt. Van melk krijg je yoghurt, maar je kan het niet terugdraaien. Precies zo, Shiva is dus is uit Vishnu ontstaan, is een... Maar je kan het niet terugdraaien. In bepaalde aspecten wordt hij vergeleken met Allerhoogste Persoon. Soms wordt hij ook als Bhagwan, als God aanbeden. Maar misschien kunnen we daar een andere keer daarover praten. Maar heel in het kort wil ik dat dus zeggen. Dus Varaha is niet te vergelijken met Shiva. En Shiva, Rudra, verscheen. En hij heeft dan... ook gezorgd voor nakomelingen, maar die hadden dezelfde karakter van Shiva, omdat hij staat voor vernietiging. En Brahma dacht, nee, hiermee gaan we niet opschieten, want in plaats van dat alles verder werd ontwikkeld, werd het vernietigd. En daarom
schept Brahma nu Swayambhu Manu en Satarupa. En die gaan dus de, als ideale zoon gaan ze dus zorgen voor de nakomelingen, de wereldbevolking. De Manvantaras en Yugas. Dus je hebt per dag van Brahma. Brahma die leeft 100 jaren van zijn tijd. En hij heeft dus een dag en een nacht. Zijn dag bestaat uit 1000 keren een Divya Yuga. Dus je hebt de Satyug, Satyug, Treta, Dwapar en Kaliyug. En dat is dan een Divya Yuga. En 1000 keren dag, dat is dan een dag van Brahma. En wanneer de avond aanbreekt voor Brahma, dan is er een partiële vernietiging. Dus we moeten dat, het universum zo zien als een voetbal, zeg maar. En we zijn daar binnenin. Voor de helft is het gevuld met water. Dat is de Garbhodaka Oceaan. Daarin ligt Vishnu Bhagwan op Anantashis. En uit zijn navel komt een lotus van waaruit Brahma wordt geboren. En dan, de helft is gevuld met water. En dat bovenste helft is dus zeg maar leeg. En daar moet Brahma dus, daar tussenin moet hij scheppen. Daarin worden de 14 werelden, zo worden ze beschreven. Het zijn 14 planetenstelsels die zich daar bevinden. En je hebt dan de hemelse planeten. Je hebt de aardse planeten, zeg maar. En de helse planeten. En wanneer Brahma dus zijn avond aanbreekt, dan gaan deze planeten vernietigd worden. Die gaan dan terug in de Garbhodaka Oceaan. Die gaan als het ware ongemanifesteerd zijn. En Brahma die zelf verblijft helemaal aan top. Daar is de Satyalok, Janalok, Tapalok. Daar zijn die drie planeten, die blijven wel. Als dus Brahma gaat slapen, zeg maar, het is nacht, hij gaat slapen. Die blijven dan en de rest wordt dan vernietigd. En wat gebeurde? Dus een nieuwe dag is aangebroken voor Brahma. Dus hij is weer bezig daartussenin te scheppen. En Swayambhu Manu is dan de stamvader die ervoor gaat zorgen. Maar er is geen plek nog. Dus Swayambhu, zeg maar, de aarde, die ligt daar. En er zijn dus verschillende soorten vernietigingen. En in dit geval was het dus een partiële vernietiging waarbij de planeten in de Garbhodaka Oceaan waren. Dus de allerhoogste persoon komt en hij gaat dan in de vorm van een everzwijn op zijn slagtanden de aarde weghalen en zetten waar hij moet zijn, zeg maar, op zijn orbit. En zodoende kan dan Swayambhu Manu zorgen voor mensen om de wereld, de populatie weer te laten groeien. Dus een yuga is in feite een heel kleine tijdselement van Brahma. Dus per dag heb je dan 1000 keren Satya, Treta, Dwapar en Kaliyug. Maar in die dag van Brahma verschijnen er 14 manus. Dus één manu beslaat dan 71 yugas. En in feite de voorstelling die wij hebben van de westerse wetenschap, zeg maar, van hoe de planeten in elkaar zitten en hoe ze op, zeg maar, in het universum hangen, dat is niet een goede voorstelling daarvan. Het is niet echt op die manier. Dus in feite, precies in het midden, heb je dan die cirkel van die 14 planetenstelsels. In het midden heb je dus de aardse planeten. En het is een, zeg maar een schijf. En daar heb je meerdere aardse planeten. En in het midden heb je dus de berg Sumeru. Het wordt beschreven als een gouden berg. En in Mayapur in het bijzonder, in de Vedic Planetarium, gaan ze ook dat, zijn ze bezig dat op te zetten. Dus ik denk, het gaat een goede weergave zijn van de werkelijke wetenschap en niet wat wordt beweerd door de zogenaamde wetenschappers. Savai bata brashtamati stavai shate
Yakarmanam patram apara karmana, yat yogamaya guna yogamahitam, vishwam samastam bhagavan, videhisam. O Heer, uw wondere daden zijn eindeloos. Wie de grenzen van uw doen en laten wil kennen, is beslist onzinnig. Iedereen in deze wereld is geconditioneerd door machtige mystieke krachten. Schenk deze gebonden zielen alstublieft uw grondeloze genade. In het bijzonder, uw wondere daden zijn eindeloos. Ik zei het al, Anantashis, die is bezig sinds onheugelijke tijden de heerlijkheid van Krishna te bezingen en hij is nog niet klaar. En geloof me, er is geen einde eraan. Er wordt gezegd Hari Ananta, Hari Katha Ananta. Krishna Katha is oneindig. Krishna's spel en vermaak is oneindig. Er is overal in de materiële wereld zijn er zoveel universa en binnen elk universum is ergens Krishna Lila gaande. Ergens is Krishna Lila gaande, ergens is Ram Lila gaande, ergens is Narsingadeva aan het verschijnen. Dus de verschillende spel en vermaak van Krishna is eindeloos. Het is heel, heel wonderbaarlijk. En in het bijzonder wordt hier gevraagd door de wijze om de gebonden zielen, de wijze vragen dus aan Varahadeva, schenk deze gebonden ziel alstublieft toe grondeloze genade. En Krishna geeft ons die genade. Die genade is er, maar wij moeten ons openstellen en die genade ontvangen. De genade van Krishna ontvangen we door zijn toegewijde, door zijn zuivere toegewijde te dienen. En niet alleen de zuivere toegewijde, maar ook de toegewijde. Want als we gewoon een centrum nemen, er zijn toegewijde. Srila Prabhupada is de zuivere toegewijde. Er zijn zoveel zuivere toegewijde binnen ISKCON. Maar we gaan niet wachten totdat die ene zuivere toegewijde aankomt en hem gaan dienen. Maar we moeten de toegewijde dienen. Dus als we ons dienstbaar stellen voor alles, dat we bijvoorbeeld als we naar een naam hadden gaan en als we daar toegewijde dienst verrichten, we dienen de toegewijde. En daarom zeggen we in ISKCON Prabhu en Mata. Die Mata zijn ook Prabhu, maar alleen omdat we de Matas als moeder moeten zien, de vrouwen als moeder moeten zien. Maar ik ben de dienaar en u bent de meester. Dat is de betekenis van Prabhu. Dus ons dienstbaar stellen aan alle toegewijden van Krishna, en dan zal Krishna geplezierd worden. Gopi bhartu pada kamalayor, das das en udas. We moeten de dienaar van de dienaar van de dienaar van Krishna worden. En dat betekent dat we gewoon alle toegewijden moeten dienen. En niet alleen zeggen Hare Krishna Prabhu, maar dat we werkelijk ons nederig opstellen en die ook zo handelen. Niet alleen zeggen, natuurlijk is het een proces. Het is niet eenvoudig om in één dag, bijvoorbeeld, als ik Gopi Raman Prabhu mag gebruiken als voorbeeld. Ik zeg Prabhu, en niet in één keer ga ik hem als Prabhu zien. Het is een proces. Maar we moeten wel heel oprecht zijn en hem werkelijk als iedereen als Prabhu zien, als de meester zien. En dan alleen gaat de nederigheid in ons komen. En Trinatapi Sunichena Tarodapi Shadishuna. We moeten heel nederig zijn en we moeten niet vragen naar van oké, heb je niet gezien? Ik heb zo'n mooie lezing gegeven. Ga je me niet prijzen? Nee, dat moeten we niet vragen. We willen alle maan geven, alle respect geven aan anderen, maar we vragen niets daarvoor. We moeten je weten, als iemand te veel complimenten geeft, dan moeten we een beetje gaan nadenken. Er is iets mis. Dus dienstbaarheid is belangrijk. En zo alleen kunnen we bij Krishna opvallen. Want de bedoeling is dat Krishna ons ziet. Wij zien Krishna. We zien zijn gedaante. Hij is zo genadig. Hij is gekomen. Hij staat op het altaar. En we hebben darshan. Maar de kunst is dat hij ons ziet. En dan alleen kunnen we bevrijd raken.
Hare Krishna. Thank you.